Allochtoon Jongerenwerking is een initiatief die meestal wordt ondersteund door vrijwilligers. En de bedoeling hiervan is om de jongeren een kans te bieden om elkaar te kunnen ontmoeten, samen te kunnen komen en samen activiteiten te organiseren. Hier in Partage en Couleur zijn er vooral Afrikaanse jongeren. En we zouden graag hebben dat andere mensen ook komen naar onze activiteiten. We zouden graag een schakel willen zijn tussen autochtons en allochtonse jongeren. Ons doel is om onze identiteit verder te laten ontwikkelen en om onze positie in de maatschappij te versterken. We willen dat jongeren zich hier komen ontplooien en zich opvoeden. We willen de allochtone jongeren integreren in de maatschappij en de autochtone jongeren emanciperen in de maatschappij. Wij zijn hier allemaal gelijk broeders. Iedereen is welkom. Ja. Iedereen mag hier komen. Jij gaat iets bijleren van ons, wij gaan iets bijleren van hen. Fermaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen ondersteunt sinds 2008 een vijftigtal allochtone jongerenwerkingen in Vlaanderen. We merken dat deze werkingen niet altijd even gekend zijn en dat niet iedereen altijd weet wat allochtone jongerenwerkingen doen of wat hun meerwaarde kan zijn. Daarom hebben wij een 23-tal werkingen bevraagd om een beeld te kunnen geven over wat allochtone jongerenwerkingen doen anno 2012. Ik vind Partage en Couleur leuk omdat we bij elkaar kunnen zijn. Omdat we nieuwe mensen leren kennen. Omdat we veel bijleren. Ik kom naar Durak voor de sfeer en voor de voorbeelden van mijn grotere, dat ik niet op het slechte pad geraak. We hebben een ontmoetingsplaats en dat is belangrijk om veel mensen te kunnen ontvangen. Zodat alle allochtone mensen elkaar leren kennen. Ik voel me hier veilig. De belangrijkste doelstellingen van jongerenwerkingen is dat ze een kader creëren waar de jongeren zich op een veilige manier zich kunnen ontwikkelen en ontplooien op sociaal gebied, op educatief gebied. En waar een kader gecreëerd waar jongeren gewoon zich kunnen amuseren en ontspannen. We werken met jongeren omdat we hebben gezien dat ze hebben hun plaats, hun steun, ze hebben een project en zo. En Partage en Couleur heeft steun aan de jongeren, zodat ze kunnen handelen hun projecten, ze kunnen samenbrengen en delen. Waarom is CR nodig? Nu, CR, het hoeft niet alleen CR te zijn. Het mag een eender of andere vereniging zijn, VZW of weet ik veel wat, voor jongeren uit. Voor de jongeren die op straat zijn, om hen van het slechte pad te kunnen afleiden en op een goede manier, of toch ergens op een plaats zich te kunnen uiten. PTI is belangrijk voor mij, en dat is een tweede thuis voor mij. De manier waarop ze toch erin slagen om een doelgroep te bereiken, dat anders niet bereikt wordt door de traditionele of klassieke Vlaamse jeugdwerk. Ja. Ze slagen daarin om die te bereiken, ongeacht het feit dat ze meestal minder middelen hebben en op eigen initiatief, uit eigen zak, al die dingen, al die activiteiten en instapmomenten moeten organiseren. Dat vind ik heel sterk van de werkingen. De sterkte van onze organisatie is het feit dat we open zijn voor iedereen. Dat is, we zijn open voor alle culturen, met alle religies of origine, dat maakt voor ons niet uit. Maar voornamelijk een sterke groep van jongeren, veel vrijwilligers die hier eigenlijk na hun werk of tijdens hun vrijheid hier komen helpen. Dus eigenlijk iets willen terugdoen voor de maatschappij. Persoonlijk vind ik dat allochtone jongerenwerkingen een heel belangrijke maatschappelijke functie vervullen. We leven nu eenmaal in een diverse maatschappij en iedereen moet daar een deel van uitmaken. En door die jongeren toch te laten participeren in de jeugdwerk, vind ik dat dat wel complementair is met wat dat daar allemaal al bestaat. Aan de gemeente zou ik als vrijwilliger bij Durak willen vragen, want we zijn nu al bijna 3 jaar open.
Waarom is er nooit iemand hier geweest om ons te bezoeken of te vragen wie wij zijn en wat we doen? Is de gemeente dan zo passief, terwijl wij eigenlijk ons best doen om honderden jongeren van straat weg te houden op educatief vlak, op werk en algemene dingen? Ik denk dat een allochtone jongerenwerking nood heeft aan vooral erkenning van de gemeente uit, zodat ze ook ondersteund kunnen worden en ook kunnen genieten van de voordelen dat andere jongereninitiatieven we mogen genieten. En vooral kwestie infrastructuur, want veel jongerenwerkingen struikelen met hoge huur en andere kosten die ze moeilijk zelf kunnen financieren. Mensen van de overheid, ondersteun ons, zodat wij onze jongeren kunnen blijven ondersteunen. Zij zijn onze toekomst. We willen meer activiteit en meer steun van de gemeente. Dus wij zouden aan de gemeentelijke instellingen willen vragen om voor ons dezelfde kansen te creëren, dezelfde situaties te creëren, zodat wij op een optimale manier onze werking kunnen voortzetten. Want wij zijn samen anders, anders samen.